Hey, binnen 1 uur, maar 1 uur, komt zij of haar oktober 2019 online! Woo! Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag. Het is al 1 uur 30. Ik ben nu pas begonnen met deze vlog, aangezien mijn vlogcamera hier lag en ik vannacht uitzonderlijk bij mijn ouders ben blijven slapen. Dus ja, daar gaan we nu pas deze vlog kunnen beginnen. Maar ik wou hem wel zeker filmen, omdat vandaag zij of haar oktober 2019 uitkomt. Ik moet daar nog een paar kleine dingetjes voor doen, maar hij is eigenlijk goed als af en dat is goed ook. Vanochtend ben ik naar de kringloop geweest en naar de Action en Popring, want sinds vandaag is er een Action en Popring. Ik ga ook direct even laten zien wat ik heb gekocht in de Action en Popring. Wat heb ik gekocht? 2 setjes met kerstkaartjes. Ik wil eigenlijk deze set kopen, maar ik heb dan pas later gezien dat het eigenlijk gewoon één dezelfde set is. Dus mijn vrienden gaan deze kerst zo'n kaartje krijgen. Ik heb dit alpaca face cheese mat gekregen. Ik ga hem eigenlijk geven aan mijn zusje. Ik ben vergeten. Ik heb deze witte KitKat crunchies gekocht. Niet zo goed. Ik heb ook deze plakhaakjes gekocht, omdat ik maar één haakje heb voor mijn handdoeken. Ik heb 3 zakken chocolade kruidnotenmix gekocht. 1 pak van die super goede KitKats. Echt geen gezonde chocolade. En nog 3 pakken gewone kruidnoten. En 1 pakje popcorn sweet. Die beren lekker, maar ook de salty eigenlijk. In de kringloop heb ik 2 dingetjes gekocht. Dit dingetje. Is een pompoenmannetje. Ik kan hier zo'n theelichtje aan zetten. Ik heb het al een klein beetje gebroken, maar eigenlijk ziet niemand het. Die was trouwens 50 cent. En ik heb deze schaal gekocht van een pompoen. Deze was 2,50 euro. Ik denk dat ik er zo snacks ga in doen voor als we een Halloween party team doen. Of tjoetjes voor als je zelf in de zetel zit. We zijn ook begonnen met breien met mijn mama. Ik heb van mijn mama geleerd hoe ik moet breien. Ik heb zo al een mini stukje gebreid. Allee, ik heb al meer gebreid, maar het was een nieuw stukje. Voilà, die moest zo breed worden. En mijn vlogcamera is plat. En vandaag was het zo dat je in de wereldwinkel een oude wikkel kon ruilen voor een nieuwe pak chocola. En dit is dus de Bite to Fight Fair Trade Milk Chocolate. Vandaag is trouwens ook de Pokémon Go Community Day. Dus dat is één dag dat je aan Pokémon heel veel kan vangen. Maar ik ga nog moeten kijken of ik in. En tot hoe lang. Vooral tot hoe lang dat duurt vandaag. Al zei of haar oktober 2019 is het bijna klaar voor verkoop. En gewoon nog op de website zetten. En ik wil ook nog iets, een kleine campagne eraan tegenaan gooien. Hey, binnen 1 uur, maar 1 uur, komt zij of haar oktober 2019 online! Woo! Hey, ik heb superveel miserie met mijn advertentieset gehad. Maar je staat nu online, dus ik ben er heel erg blij mee. Sorry, ik heb jeuk aan mijn neus. Zij of haar oktober 2019 staat ook online, dus dat is ook heel erg tof.
Het is nu 8:30 en ik wil nog iets doen rond de Instagram van zelfhaar.nl. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb ook tijdschrift net doorgestuurd naar Milene van Zomer Zonder Vliegen en naar Lano. Omdat ik van hen een recensie-exemplaar had gekregen. Namelijk dit boek. Het bucketlist boek voor een groenere wereld. Echt een heel tof boek trouwens. Ik ga heel vleesje afgaan. Het is nu 7:10. Ik denk dat ik wel eerst iets ga eten. En dan ga ik nog een beetje mijn huis opruimen. Want het is echt een stomrol. Maar ik heb ook aan de andere kant zin om gewoon tv te kijken. Hey, net eventjes mijn appartementje een beetje opgeruimd. Morgen ga ik nog een paar papieren en zo uitzoeken. Denk ik. Het zal er nog een beetje van afhangen van hoeveel tijd ik heb. Maar ik dacht, het is tijd om een pakketje op te maken. Ik ben namelijk een samenwerking aan het proberen aan te gaan met HarperCollins. Dat is een uitgeverij in Nederland. Zij hebben mij een recensie-exemplaar opgestuurd. Ik krijg daar niet voor betaald, maar ik krijg het boek dus wel gratis. Ik weet eigenlijk nog niet welk boek, dus ik ben heel benieuwd. Oh. Het boek is Schaduw van de Vos van Julie Kahawa. Ik ben even eventjes de achterkant aan het lezen. Maar ik denk dat dat wel iets voor mij gaat zijn. Het is een young adult fantasy boek. Ik ga er vanavond in beginnen. Dus ik zal jullie ook meteen een update kunnen geven. En uiteraard komt er een uitgebreide review van online binnenkort. Eventjes iets anders. Er zit ook nog quiche in de oven. Gewoon een van bij Lidl met zalm en broccoli. Dus dat wordt spullen. En er is trouwens nog iets dat ik moet doen morgen. Soep maken en eten maken voor de rest van de week. Ik heb nog een butternut waarmee ik iets kan doen. Ik heb ook nog een soeppakket met broccoli. Dus dat wordt lof. Ik wil trouwens ook heel graag binnenkort mijn frigo uitkruisen, want die is echt... En ik heb ook zo nog een paar productjes staan die bijna over tijd zijn. Of over tijd zijn. Dus ik dus dringend iets mee moet gaan doen. En heb ik bij mijn ouders de eerste aflevering van Riverdale gekeken. Op Netflix. Die een memorial was van Luke Perry. Die de vader van Archie speelde. Hij net die Other Hood gezien. Op Netflix. En ik moet eerlijk bekennen dat het niet mijn favoriete Netflix film ooit was. Het was een tof verhaal. Maar het zat iets te weinig in de film, vond ik. Het was ook zo niet echt een super goede feel good film. En ook niet zo super humoristisch. Dus het was zo een mix van, ja. Tja. Het had echt veel meer potentie. Maar het was ook gewoon wel niet super slecht. Anders had ik gestopt met kijken. Ik moet wel zeggen dat het mij echt heeft deugd gedaan om zo eens op gemak naar een filmpje te kunnen kijken. Ook omdat ik me niet al te veel moest afvragen wat ik nog moest doen morgen. En morgen moet ik kijken om mijn stofzuiger een originele verpakking terug te vinden. Aangezien dat het een laderstuk is. Gelukkig had mijn mama dezelfde lader, dus heb ik die eventjes geleend om mijn appartement te stofzuigen. Nu moet mijn stofzuiger terug naar bol.com. Een vakantie. Dus ja.
En dat kan nog wel een week of twee duren voordat ik hem terug heb. Allee, minstens een week of twee. Oké, ik ga mij omkleden. Dit was trouwens mijn outfit voor vandaag. Deze zwarte trui en deze blokhoek. En banana socks. Ik heb opnieuw vandaag mijn mond gewassen met de mondwas van Action in de smaak mint. Het is van groene kleur vloeistof. En ik moet zeggen, ik moet het echt nog gewoon worden, want ik weet nog niet of dat iets voor mij is. Maar ik denk dat het wel heel goed is voor mijn tanden, dus daarom doe ik het even. De smaak is niet echt mijn ding op dit moment. Daarom doe ik ook maar een heel klein deeltje van het dopje en niet het volledige dopje zoals aanbevolen. Hallo, het is nu 10:10 en ik ga slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie de volgende video weer. Abonneren is trouwens volledig gratis. Doedels! Oh ja, als je zij of haar oktober 2019 nog niet hebt gekocht, is de koop voor mijn liefst 1 euro tot en met 20 oktober. Ik weet niet of dat wel 20 oktober zijn als deze video online komt, maar je zal het zien. Daarna bedraagt de kostprijs trouwens 2,95 euro. Wat dat ook nog niet zo heel veel is. Kan je gerust wel missen.